Dus ten eerste, ja, dank aan meneer Finke voor de uitnodiging. En ook dank u voor zo'n mooie namiddag, een mooi programma. Het is de eerste keer dat ik mijn collega Sonia mag horen. Ja, en dat heeft me veel plezier gedaan. Zoals altijd, Else Walravens, ja, kan zo'n mooie teksten voorbereiden en met zoveel informatie. Dus dat stuk over de Midbox-gezelschap vind ik echt super interessant. En het is nodig dat wij altijd de studenten ja, daarnaar verwijzen. En in het geval van Willem Lemmens, het is ook de eerste keer, ik kende hem toch, maar het is de eerste keer dat, dat ik het plezier heb om hem te horen. Dus nu, als ik mag, zou ik wel per spreker zo een paar vragen stellen, waardoor ik denk dat het thema misschien nog duidelijker kan worden. We hebben gehoord over Kant eigenlijk en de verlichting, en Mendelssohn en de verlichting, over Spinoza en de verlichting, maar je bent ook met Kant begonnen, met het voorwoord van de eerste kritiek, en dan over Hume. Ja. Dus laat ons beginnen met Walravens. Een punt dat voor mij interessant was om met u te bespreken, was wat je zei over die bestemming des mensen, ja, de bepaling van de destinatio, ja, het doel van de mens, in tegenstelling tot, laten we zeggen, de politieke dimensie van het menselijke leven. Namelijk, aan de ene kant hebben wij de mens die wij allemaal zijn, wij tegelijkertijd zoiets zijn, dus een niveau van universaliteit, van algemeenheid. Aan de andere kant de particulariteit, ja, de mens als burger. Nu zou ik een beetje moeilijker doen, namelijk een beetje Hegeliaans denken en zeggen, het is precies omgekeerd. Ja, namelijk de burger is het universele en die mens, het idee van mens, de mens die we toch allemaal zijn en toch we allemaal niet zijn, is niet meer dan misschien zo het ideaal, ja, maar zonder het negatieve moment van werkelijkheid. Ja. Denk je dat we misschien op een beetje Hegeliaans naar Mendelssohn te bekijken, en vooral niet naar Mendelssohn, maar naar de spanningen tussen de mens, ja, die niet bestaat, maar wel de waarheid is, en de burger die wel bestaat, en misschien niet algemeen is, maar wel vanuit Hegel is wel algemeen, of we zoiets, een betere zicht kunnen hebben naar wat verlichting is, of naar wat onze politieke problemen zijn. Ja? Wel, ik zou misschien zeggen dat Hegel is natuurlijk iemand van een verdere periode. En in die verdere periode is er een... dus de verlichting in Duitsland was ongeveer gedaan, hè, nadat Frederik de Grote gestorven is. En dan daarna is er iemand gekomen die opnieuw alles teruggedraaid heeft. En dan hebben we ook die hele beweging gekend van de romantiek, die heel andere accenten is gaan leggen dan dat in de verlichting gebeurd is. Je hebt ook dan die hele conservatieve beweging daartegen, tegen de verlichting, die ene, ik weet niet meer wie het was het de Bonnard, van ik heb altijd maar particuliere mensen ontmoet en ik heb nooit die ideale mens ontmoet. En ik denk dat wat Hegel zegt daar ook mee daardoor beïnvloed is. Hè. Terwijl de verlichting, ja, weet ook natuurlijk dat er eerst die particuliere mens is, maar het schone eigenlijk van de verlichting is dat de verlichting zegt, we verdwijnen daar niet in. We zijn niet alleen dat, we zijn ook meer dan dat. En dat is dan misschien wel het ideaal, maar dat is datgene wat ons allemaal verbindt en datgene wat ook onze hoge waarden draagt, hè, van vrijheid, rechtvaardigheid en dergelijke zaken. Meer recht op om zich te uiten, vrij te uiten en zo. En ik denk dat het voor hen belangrijk is om
ontdekking van die algemene hoogstaande waarden, dat we die gaan gebruiken om dan onze situatie als burger kritisch te begrijpen. Hè? Dus inderdaad, zij doen het... Enfin, ik zeg niet dat ze het in de omgekeerde richting doen, want ze hebben dat ook maar stilletjes aan ontdekt. Hè? Die gedachte van wat onze grote idealen zijn, komen ook maar in de loop van de tijd tot uiting. En dan gebruiken zij dat inderdaad als het belangrijkste punt tegenover dan de realiteit die daar heel mee in botsing komt en die heel wat minder waard is, die, waar je rekening mee moet houden, dat zegt Mendelssohn zeker en vast, maar gelijktijdig komt er vanuit wat wij als mens zijn, kritiek op die bijzondere situatie. Hè. Dus ik denk dat je het, als, zoals Hegel ook, kan omkeren, in de zin van, misschien is het in de verlichting ook, in de loop van die geschiedenis, ook iets dat men pas na verloop van tijd is gaan ontdekken of gaan wensen. Maar het is wel datgene wat in de geschiedenis een enorme verandering teweeggebracht heeft. Het feit dat men is gaan vertrekken van al die dingen van de mens is autonoom, kan het zelf bepalen, heeft recht om kritiek te geven op datgene wat bestaat. Dat is juist het, dat is dat waarom ik de verlichting enorm apprecieer. En dat is een dat gehad heeft. En dan lijkt mij het standpunt van de verlichting interessanter dan dat van Hegel, als dat, ik ken Hegel minder, dan moet ik toegeven, als dat het standpunt is van Hegel. Dan, maar bij de verlichting, mensen is het natuurlijk, of degene die daarin die voorstander zijn van de verlichting, zij weten ook wel dat het zaken zijn die maar in de loop van een ontwikkeling tot kunnen gerealiseerd worden. Maar het zijn wel principes van waaruit ze vertrekken. En ik ben nogthans erg naturalistisch, geëvolueerd in mijn filosofie, mijn persoonlijke filosofische opvattingen, maar ik blijf principes enorm belangrijk vinden. En dus vertrekken vanuit principes om dan de realiteit te verbeteren, ik vind het nog altijd een goede manier van doen. Maar misschien kan de manier waarop Hegel het aanbrengt, het ook gebeuren. Dat is mogelijk. Alhoewel ik Hegel niet voor zo verlicht iemand houd. Ja, ik dank u. Ja, natuurlijk, anders dan Mendelssohn en andere verlichtingsfilosofen, geeft Hegel jou geen ruimte om te dromen. Ja, het is al gebeurd. Dus er leek dat uit. Dus dat is waar, er is geen toekomst. Ja, nu, dat kan dat je bij over Spinoza ook zeggen, dat alles al gebeurt. Ja, maar ik was precies daaraan aan het denken, omdat de mens die een abstractie bij Hegel is, en bij Mendelssohn, zoals bij anderen, ook bij Kant zelfs, het doel is, of een soort van... Hoe zeg je, kristallisering van de bestemming des mensen. Ja? Die mens, van begin af, in de Tractatus Politicus, wordt zo bekritiseerd als, ja, dat is abstractie, als je ooit politieke filosofie wil doen, moet je niet vertrekken vanuit wat mensen of filosofen denken dat de mens is. Dus aan de twee kanten van de verlichting, Hegel en Spinoza, vinden wij wel deze onmogelijkheid om te dromen. En nu komen we naar, als ik mag, naar onze lieve Spinoza. Ik had duizend vragen, maar ik kan gewoon beginnen met eentje misschien, wat ik denk dat zeer belangrijk is, of ja, met betrekking tot twee noties die zeer in zijn en volgens mij niet volledig uitgelegd worden door mensen die zeer vaak gelezen worden, die Spinoza specialisten zijn. Met name zo democratie en multitudo. Bij Spinoza. Ik mis altijd, als ik over Fichte moet praten, over Heidegger, ik zeg altijd, ja, Heidegger, hij was een nazi. Punt. Fichte, het is waar, hij was een soort van antisemiet, zoals Luther en andere Duitsers. Het is oké. Okay. En dan begin ik. Wat moeten we zeggen over de vrouwenkwestie en Spinoza?
Begrijp u? Ja. Soms krijgen we de indruk alsof Spinoza echt een coole denker is, ja, die ons wil helpen. En het is niet waar. Zijn democratie heeft een zeer grote exclusiepotentiaal. Natuurlijk, Negri heeft een paper of een artikel over de, hoe zeg je, het einde van Tractatus Politicus, de Spinoza niet heeft gelezen. En hij zegt in één leentje iets. Maar denk je niet dat om te begrijpen wat Spinoza wou zeggen met democratie, we toch altijd moeten daarover praten? Aan de ene kant natuurlijk de vrouwenkwestie, aan de andere kant van de TP, dat de democratie ontstaat via migratie. Dus het is de toename van vreemdelingen, ja, wat eigenlijk democratie mogelijk maakt. Omdat er is een stuk van stemmen die niet vertegenwoordigd worden, die op één dag zeggen, hé, hey, we willen ook gehoord worden. En die zijn twee punten die ik altijd mis. Maar ik weet niet wat je ons daarover kan zeggen. Ja, ik ga proberen. Maar dit is, lijkt mij nu zo'n andere kwestie nog dan waarover ik vandaag heb gesproken. Ja. Wacht even, hè. Waar begin ik? Dus ik, ja, dit gaat niet echt over het thema van TTP, alhoewel toch. Hè. Want ik ben natuurlijk mijn heel betoog daarmee begonnen en ook mee geëindigd. Omdat volgens mij de ideeën die Spinoza uitwerkt in de Ethica en dan meer concreet in Tractatus Politicus reeds allemaal aanwezig zijn. De hele redenering is er reeds in Tractatus Theologico Politicus. Alleen is Spinoza op het moment dat hij Tractatus, dus dat hij TTP schrijft, ten eerste focust hij op een heel concreet thema, wat hij niet meer doet in Tractatus Politicus. In Tractatus Politicus stelt hij het probleem van politiek in het algemeen. Terwijl in TTP neemt hij standpunten in een concreet vraagstuk, namelijk van de Libertas Philosophandi. En bovendien neemt hij ook een concreet politiek standpunt in. Tractatus Politicus is ook een verdediging van de democratie, maar dus van de vrijheid van meningsuiting op politiek vlak dan. Hè. En uiteindelijk is dat dan democratie. Dat alles doet hij in TP niet. Hè. Dus in TP is het probleem van de religie. Ja, excuseer, en doordat hij dat doet in TTP, ik wil het een beetje terughalen naar mijn lezing van vandaag, doordat hij dat doet in TTP, overheerst natuurlijk het thema van de religie. Hè? Dus wat eigenlijk helemaal afwezig is in TP. Dus het is geen echt antwoord op je vraag, maar je vraag is, moeten we niet de vraag stellen van, ik begin met het eerste, de vrouw. Ik kan misschien toevoegen, als we enkel over de TTP gaan vragen, wat doen we met wat Spinoza zegt over wat te doen met stemmen die kritisch zijn tegenover de regering. Mm-hmm. En die wel, ja, eigenlijk die niet privé een advies zullen hebben. Die gewoon kritisch en openbaar tegen de regering praten. Ja, Spinoza zegt wat wij daarmee moeten doen. Ja? Namelijk, ja, het is een seditious, is een oproerer. Hoe zeggen jullie? Ja. En daar bevindt zich wel het probleem, een van de grote problemen daar bij Spinoza, namelijk dat volgens hem, dus, ja oké, okay, ja, de libertas philosophandi, aan de andere kant, het is beter dat iedereen denkt dat hij vrij is, ja, dat is het punt om te zeggen, om te denken wat hij wil, en zo is orde wel, bevestigd of veilig, maar aan de andere kant, zegt Spinoza, dat de staat moet wel kracht hebben om dergelijke kritische stemmen te kunnen bestraffen en te kunnen controleren. Er is een boek van Warren Montag over Spinoza die precies daarover praat. En Jonathan Israel zegt bijvoorbeeld dat die passage wordt misbegrepen omdat Spinoza dat niet bedoelt. Maar ja, zwart. Maar daar hebben we ook zo die problemen met de van die soms, maar kunnen niet. Ja. Ik kan dat nog niet oplossen. Ik heb het probleem. Ja, maar dus... ja, ik kom uiteindelijk ook nog op je vraag van de vrouwen. Want
het probleem dat je nu stelt, heeft daar inderdaad ook mee te maken. Ja. Spinoza stelt... Dus je moet eigenlijk kijken naar de redenering van Spinoza. En dus in eerste instantie stelt hij dat volgens zijn redenering, er is geen enkel criterium dat los van de concrete historische situatie waarin we ons bevinden, en dus ook politieke situatie, op basis waarvan... ja, een theorie kunnen opbouwen enzovoort. Hè. Dus aangezien er geen zo'n criterium is, komt hij in zijn redenering ertoe te zeggen, de staat kan dus eigenlijk alles doen wat hij wil. Hè. Ik had de indruk dat je dat nu aanhaalde als tegenargument tegen de manier waarop ik Spinoza lees, namelijk als een fundamentele... wel verdediging van de democratie in de echte zin van het woord en dus van de multitude. Wat doet Spinoza in zijn redenering? Hij bouwt die eerst op, eigenlijk heel analoog, bijna gelijk aan die van Hobbes. En dan zegt hij, maar natuurlijk blijft dit theoretisch. Dit stoot op, we hebben daar een conflict, want mensen zijn ook van natuur zo, hun natuur is zo, dat ze worden geleid door hun passies, vrij willen zijn, hè, en dat ze geen dwang verdragen. En dus, hè, wanneer we een staat hebben die dat zo toepast, hè, dan maakt hij misbruik van zijn macht. Hè. Is dat nu een antwoord op het tweede? Ik weet het eigenlijk niet, op de tweede vraag. Maar laat mij terugkomen naar de vrouwen. Hè. Inderdaad, we krijgen een TP, dus dat ging daar vandaag niet over, maar dit is uiteraard een heel pertinente vraag. In de TP Tractatus Politicus, zet hij zijn redenering, volgens naar mijn lectuur, nog radicaler in zijn neutraliteit, vandaar dat ik begonnen was met die uitspraak van Kant, verder. Hij doet dat echter, dus hij ook daar weer, hij bouwt de redenering op. Hè. En hij maakt veelvuldig gebruik van Hobbes vooral. Hè. Dus Hij leest werkelijk met Hobbes op de tafel, heb je de indruk. Schrijft liever, sorry, zijn verhandeling met Hobbes op de tafel. En tegelijkertijd ook Pieter de Lacour. Hè. En in zaken de twee thema's die je aanhaalt, zowel vrouwen als vreemdelingen, volgt hij eigenlijk duidelijk de tekst van de Lacour. Of de politieke discoursen van de Lacour. Ook de Lacour dus spreekt eerst in het algemeen, dus dat doet Spinoza in zijn Tractatus Politicus ook, heeft het in het algemeen over politieke overheid, natuurrecht en dan recht is macht enzovoort. En dan gaat hij ertoe over om de drie soorten politieke regeringsvormen te bespreken. Hij bespreekt eerst de monarchie, dan gaat hij over naar de aristocratie en dan in derde instantie de democratie. En dat is dus, hij volgt dus werkelijk, ook in zaken het materiaal dat hij gebruikt, het werk van de Lacour. Ook de Lacour, op het moment dat hij begint te spreken over democratie, en wat Spinoza dan doet, dat moet ik misschien eerst nog zeggen, uiteindelijk, dat is mijn interpretatie van de zaak, is het zijn bedoeling om aan te tonen dat deze drie regeringsvormen, alle drie, zich kunnen handhaven en niet misbruik maken van de macht, maar en wanneer ze alle drie democratisch zijn. Maar hij komt uiteindelijk niet toe aan zijn bespreking van de democratie. Dus hij heeft alleen nog maar de inleidende paragrafen geschreven en hij is dan overleden. Dus het werk is onafgewerkt. Dat ging dus over de vrouwen. Dus als je dat leest, laat je dat inderdaad in verwarring achter. Want dat is dus compleet
niet alleen die kwestie van de vrouwen, maar ook de kwestie van vreemdelingen en de kwestie van de manier waarop hij spreekt in het algemeen in Tractatus Politicus, verlaat hij daar. Hij heeft het ineens niet meer over de multitudo. Hij gebruikt die terminologie in dat laatste deel niet. Hè. Hij heeft het over heeft het over uitsluitingen, allerlei uitsluitingen en wie dan zou kunnen het recht krijgen. Dus ineens heeft hij het niet meer over iedereen, hè, universeel, maar heeft hij het over een heel bepaalde categorie van mensen die een inkomen hebben enzovoort. Ja. Hè. En die al lang genoeg en die zich verdienstelijk hebben gemaakt, die al zeker een tijdje daar zijn, als vreemdelingen zijn. Ja. En dan op basis daarvan rechten verkrijgen enzovoort. Mijn interpretatie... Enfin, ik kan het alleen zo verklaren dat Spinoza wellicht... werk in progress. Hè. Hij heeft die redeneerstructuur dat hij een argumentatie volgt van iemand anders en dan een maar introduceert en dan het tegenovergestelde zegt. Dat zie je verschillende keren, ook in het Tractatus Theologico Politicus doet hij dat minder expliciet, maar ook. Hè. En in de Tractatus Politicus eveneens. Dus ik, dat is het enige wat ik daarover kan zeggen. Ja, dat je denkt dat er nog een maar gaat komen. Dat. Ja, dat er een maar gaat komen. Dus. En bovendien dat hij ook in zaken... Gaat niet komen, maar gaat kunnen komen. Ja, het is niet gekomen omdat hij... Het is maar het ook... dus dat is één, die maar. Ja. En twee, ik denk dat de tekst ook... dat hij zo schreef. Hè, dus dat hij in eerste instantie... bijna afschreef wat de Lacour of Hobbes schreef. Uh-huh. Want je ziet zo passages ook die bijna lijken afgeschreven te zijn, ook in de laatste teksten. Hè. En in TTP zie je dat ook. En dat hij ook dat materiaal dan bewerkte en in zijn terminologie plaatste. En waar hij ook nog niet aan toegekomen was voor dat laatste deel. Dat is mijn antwoord. Ja. Want inderdaad, dat is dus compleet in tegenstelling met de interpretatie die ik hier naar voren heb gebracht en die multitudo. Want als ik dat nog eens mag zeggen, dat is dus het cruciale punt hè, dat hij duidelijk maakt. En dat zou ik willen toevoegen ook aan in verband met de betekenis van de verlichting. Spinoza maakt daar duidelijk, in TTP dubbelzinnig nog... Mm-hmm. Alhoewel hij het eigenlijk ook al zegt, en in TP dan heel duidelijk, de verlichting is, en vrijheid van spreken, is een zaak voor van en voor iedereen. Hè. Maar we gaan niet daarover discussiëren, maar ik wil, maar ik dank je vriendelijk. Nee, omdat anders gaan we tot... iedereen moet naar huis. Je moet mij onderbreken. Nee, maar ik bedoel, je hebt recht om... Maar laat ons nu tot naar Hume komen, als ik mag, met één vraag. Betreffend religie als belief, maar ook religie zoals... sorry dat ik ga springen naar iemand anders, zo Cicero, met zijn idee van Fides... Ja, het is eigenlijk het fundamentum van de maatschappij. Ja, en dat betekent, wat wij zijn afgesproken, we blijven trouw daaraan. Ja. En we vinden hier niet alleen bij Hume, ook bij andere verlichtingsfilosofen, zelfs bij Spinoza. Mensen die toegeven, dat kan misschien niet waar zijn wat religie zeggen, maar moeten toegeven... hoe effectief religie werkt in termen van orde, vrede enzovoort. En in die zin, omdat we vandaag daarover aan het praten zijn, zou ik graag van u willen horen of we iets met die termen van religie of een mythe, bijvoorbeeld zoals een mythe van de Founding Fathers in Amerika, religie, mythe en geloof als basis van de politieke gemeenschap, of we iets met die concepten over België of over Europa kunnen zeggen, over de crisis, de identiteitscrisis die we vandaag hebben. Of
misschien niet de oplossing of de oorzaak van de crisis is precies de afwezigheid van, laten we zeggen, dit politiek geloof. Oeh, dat is veel ineens. Ja, sorry. Ja. Daar een antwoord op zo heb. Nu, misschien twee bedenkingen. Eerst wat u zegt over die analogie met Cicero is geen toeval. Ah, ja, ja. Cicero, Hume was door en door beïnvloed door Cicero. Ah, oké. Okay. Dat was zijn, ja, de dialogues zijn geënt op de ogen van Cicero, zijn opvattingen over. Dat was voor hem, het academisch scepticisme van Cicero is voor, Cicero was ruimer, maar heeft het academisch scepticisme in veel van zijn dialogen behandeld. Voor Hume was dat een model. Ah, ja. Dus dat is al, op zich al heel interessant om vast te stellen. Nu een tweede bedenking. Wat zou zijn Hume's idee, maar misschien ook Cicero's idee over wat religie is, en ook nog andere verlichtingsfilosofen. Ik ga proberen, maar het is een beetje een wilde idee, wat ik eigenlijk in de vorige lezing van mijn collega's ook interessant vond, en wat ik nu nog duidelijker zie. Als je kritiek hoort op het verlichtingsdenken, is het vaak een kritiek die te maken heeft met het potentieel destructieve van een abstract universalistisch denken. De gedachte dat alles onder de noemer van eenheid, transparantie, van de reden moet gebracht worden. Enfin, dat is een klassieke topper, maar dat is eigenlijk een diepe idee. En wat ik bij Mendelssohn heel interessant vond, dat is zo die weerstand van het particuliere. Ons individuele leven valt nooit helemaal samen met die absolute orde. Indien dat wel gebeurt, zitten we met een enorm probleem. Dus we moeten eigenlijk een soort spanning kunnen uithouden. Ja. Ik denk dat je bij Spinoza hetzelfde ziet. Ik denk dat Spinoza, enfin, zo lees ik hem toch, ondanks het feit dat hij natuurlijk een hyperrationalist is, hè, en iets, zoals je heel terecht zei, het denken sans reserve wil doorzetten, hè, je moet dat, daar is ook moed voor nodig, is hij ook degene die erop wijst dat, denk ik, het particuliere individu en vooral het niet verlichte individu, en dat zijn in zekere zin wij allemaal, wij zijn nooit volledig verlicht, wij moeten die spanning ook uithouden. En dat brengt mij tot religie. Ik denk dat religie ergens een poging is, in zijn beste vorm, om aan die spanning een plaats te geven. Ja. En dus eigenlijk ook ons heen te tillen over de antagonismen die maken dat wij ons idealen nooit gaan realiseren. Ja. Ik denk dat onze tijd in Europa, misschien ook de Belgische politiek, soms wel een beetje leidt aan een, ik zou bijna zeggen, bijna activistisch willen uitwissen van die spanning tussen het particuliere en het algemene, tussen de grote principes en wat ons individuele leven tussen aanhalingstekens maar is of maar kan zijn. Ik weet niet of dat een heel goed antwoord is, maar dat is wel iets wat en ik denk dat dat ook verklaart waarom precies in tijden waar toch vaak wordt gesuggereerd, we moeten van religie af. Dat is uiteindelijk een restant uit vervlogen tijden en laten we rationeel worden en helemaal verlicht. Ik denk dat dat geen toeval is, dat van de weeromstuit allerlei vormen van religieus enthousiasme ook opgeld maken. Ja. Je ziet dat in de klassieke kerken, die bijvoorbeeld vooral in die landen waar ik zou zeggen de globalisering heel sterk toeslaat, zie je tegelijkertijd tot en met China, ziet je evangelische kerk, evangelisch christendom, dus een heel enthousiast christendom, dat is geen. En ik denk als je naar onze contraien kijkt, ziet je ook bewegingen en een soort verzuchting, ook bij jonge mensen. En ik denk hier heel concreet bijvoorbeeld aan de klimaatbeweging. En ik zeg dat enigszins kritisch, maar niet denigrerend, maar daar zit ook iets religieus in. Met voor vrouwen, jonge vrouwen die bijna als een Jeanne d'Arc, ons allemaal in beweging zetten. Ja, om met terechte bekommernissen. Ja, ja. Maar bekommernissen, ja, de antwoorden die ze geven, dat moeten we, bedoel, dat is denk ik veel complexer dan dat we soms denken, maar dat is ook misschien op dit ogenblik niet zo belangrijk. Maar ook daar zie je die spanning, denk ik, tussen het universele en het particuliere. Misschien zou ik willen aan toevoegen, dat is dat ik vind dat wat wij nu hier, Emiliano heeft het ook al gedaan, het universele noemen. En wij noemen dat het ideaal. Hè. Wel, ik vind dat die idealen zeer concreet zijn. Misschien vind je dat bij Spinoza ook, een zeer belangrijk element van mens zijn is
bijvoorbeeld meer vat krijgen op zijn eigen leven. Meer, met meer autonomie, ook al zijn wij gedetermineerd, met meer autonomie zijn leven kunnen uitbouwen. Dat zijn volgens mij zaken die wij misschien nu als idealen voorstellen en die volgens mij heel diep in de mens ook zitten. Ja. Zoals misschien de religie, de hang naar religie ook hoor. Maar die kan volgens mij, omdat ik niet gelovig ben, is uitgesloten dat men die zou kunnen een voldoening aanschenken. Maar ik verzet mij een beetje tegen de idee dat deze idealen van wat wij de verlichting noemen, en er zijn er heel veel, dat dat zouden idealen zijn. Nee, ik denk dat zijn dingen die ons mensen allemaal heel erg aangaan. En vandaar verzet ik mij ook een beetje tegen een zeker relativisme dat er zich momenteel voordoet van, ik heb het eens in een toespraak gehoord, wij moeten niet onze westerse opvatting van cultuur gaan opleggen aan andere mensen. Daar zijn vrouwen verkracht, wel. Die mensen moeten later nog samenleven. Als ze door een riviertje lopen, hè, dan is dat gezuiverd en dan zijn ze content. Ik geloof daar niet in. Ik geloof in een zo'n gevoel van rechtvaardigheid dat we in ons hebben. En dat onder meer, ik zeg niet dat de verlichting de enige is, dat is ook niet mijn standpunt. Maar dat zijn dingen die waarvan ik heel belangrijk vind dat we ze integreren in onze leven en in onze maatschappij. Ik zou het daarmee eens zijn, dus ik denk dat als ik zeg het particuliere, is dat niet het contingente dat helemaal ontsnapt aan welke greep dan ook en helemaal de speelbal is van het lot. Ik denk dat, maar de uitdaging blijft toch die universele waarden, in de zin dat zij een zekere abstractie, herkenbaarheid ook hebben, die moeten wel altijd vertaald worden. Dat is heel moeilijk. Ja, bedoel, autonomie, het recht om je leven uit te bouwen op een menswaardige manier. Dat zou een ideaal moeten zijn. Dat is een ideaal en dat is een principe dat zou moeten ons politiek bepalen mondiaal. Hè. Ook voor politieke vluchtelingen. Maar tegelijkertijd voelen we aan hoe moeilijk het is. Ja, ja, ja. Soms is het bijna pervers van te zeggen, ja, iedereen heeft recht op zelfbeschikking. Ja. We hebben gemakkelijk tot spreken. Tot het zover is. Hè. Tot het zover dan, is. Hè. Ja, ja, is maar het is, u hebt gelijk. Hè. De vraag is dan, hoe gaat je dat concretiseren? En wat zijn de uitdagingen die zich dan opdringen? Hè. En dan durf ik denken dat een of andere vorm van, dat, ik zou religie dan niet te veel willen zien als één geloofsopvatting of zo, maar een soort, misschien toch een vorm van enthousiasme die mensen verbindt, zullen we dan ook nodig hebben. Ja, want ik denk dat Jung voor dat enthousiasme een zekere sympathie heeft. Het is ambivalent. Heel zijn houding ten aanzien van religie is ambivalent, ja. 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 Ik kan er niet echt iets aan toevoegen, maar misschien nog eens terugkomen op heel in het begin werd er hier gesproken over Spinoza. Er is geen hoop meer na Spinoza. Nu, dat klopt eigenlijk niet. Er is ook een verschil, dat was iets wat ik eigenlijk wou opmerken of vragen, of ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet formuleren, maar dus de opvatting van religie, of de verklaring liever van religie door Spinoza, is wel door Hobbes, en door Hume, maar ik vermoed dat bij Hume dat uiteindelijk dan terugkomt in de vorm van die verbeelding. Hè. Namelijk bij Spinoza, bij Hobbes is het onbekendheid met oorzaken en onzichtbare krachten die angst veroorzaken. En dus op die manier verklaart hij religie. En ik las daar dat citaat, idem eigenlijk bij Hume. Terwijl Spinoza zegt, dus waar mensen geen controle hebben over hun lot, schommelen ze, omdat ze geen controle hebben over hun lot, of toch zeker niet absoluut, schommelen ze heen en weer tussen hoop en vrees. Dus het grote verschil is, lijkt mij, die twee elementen. Maar hoop is bij Hume ook belangrijk. Ja, hoop is vertaalt zich in het enthousiasme. Ja. Dus, maar waar je angst en vrees hebt, heb je ook hoop dat het beter wordt. Dus Hume ziet dat ook als de twee. Ik zie dat toch, bij Hobbes zie je dat toch. Bij Spinoza is dat tweede element en die hoop, daar komt hij dan altijd op terug. Hè? Ja. Daar zit natuurlijk dan
plaats voor dromen. Hè? Want daarover gaat het. Ja. Dus eigenlijk waarover we nu zo bezig zijn, dat is dus zeker een thema bij Spinoza. Mm-hmm. Dat ik denk, waar het bij hem vooral in termen van gelijkheid en vrijheid wordt besproken. Dus gelijkheid slaat dan op daarin waar wij alle mensen gelijk zijn, dus het universele. Maar tegelijkertijd zijn we concreet, particulier gezien, natuurlijk allemaal andere mensen die andere dingen willen. En we willen liefst zelf bepalen hoe we leven. Dus dat is dan de vrijheid. En het een kan niet zonder het ander. En het ander kan niet zonder het een. Dus in feite is er een... Ja, ik mag niet zeggen identificatie, want het zijn twee aspecten. Maar tegelijkertijd vallen ze toch samen. Hè? Dus als ze niet samenvallen, is er een probleem. Maar er is een spanning tussen de twee. Ja. Hoe dat dan concreet gaat, is dat natuurlijk... Ja. Dank jullie. Als ik mag, ik ga door een korte trekken. Je wou iets zeggen. Ah, is er iemand die een vraag wil stellen? Ja. Ah ja, oké. Okay, ja. Ik heb een feit van twee vragen. Eén vraag is, een soort van historische schets doorgaan. Ik is een beetje makkelijk, dus moet je wel antwoorden. Maar ik heb wel een verband met verlichting en empirische geometrie en ecologisch positivisme. Dat is zo'n hele lijn dat ik moet doortrekken. Een andere vraag is in het Hume. Maakt hij een onderscheid tussen religie en georganiseerde religie? Wat ik nu besproken heb, is wat hij zou noemen de georganiseerde religie. Dus zijn opvatting is dat per definitie religie heeft een of andere vorm van sociale organisatie, anders heb je geen religie. Hij spreekt wel nog, en ik heb dat gewoon opzij gelaten, over true religion. Het is niet zo duidelijk wat hij daaronder verstaat, maar je kunt het min of meer samenvatten. Als hij daarover spreekt, spreekt hij eigenlijk over het hele vraagstuk van de natuurlijke religie, waarin hij heel sceptisch, agnostisch is over het klassieke deïsme. Maar als het enige inhoud heeft, dat is zo'n beetje wat hij suggereert, is het dat. Dus die idee van een soort hoogste architect, schepper, die aan de orde van de natuur ten grondslag. Ja, zo'n een godsconcept dat bij de deïsten uit die tijd heel populair was, maar waar hij wel kritisch is. Hij zegt, ja, dat is eigenlijk een onbewijsbaar concept. Maar als het enige inhoud heeft, die true religion, is het die inhoud. Nu, ik denk dat voor de tweede vraag moeten we een nieuwe studiedag organiseren. Maar ik ga proberen, als ik mag, in 3 minuten één ding te zeggen. En dan kan iedereen naar huis. Het gaat over de verlichting. En collega Sonja heeft goed gezien dat ik in plaats van A, praat ik over iets helemaal anders. Dus ik dacht, verlichting en religie en denken en filosofie. Oké, over wie? Over Al-Farabi. Een zeer mooie denker, Arabische denker, 900 na Christus. Die volgens mij een van de filosofen van de Arabische verlichting zijn. Dus we vinden in die tijd, zo Bagdad onder andere, zo hoog ontwikkelde steden, cultureel, economisch, zeer cosmopolite steden, met veel tolerantie tegenover Joden en tegenover christenen. En daardoor krijg je intellectuelen die de religie relativeren. Mm-hmm. Dus je vindt hetzelfde min of meer culturele, historische, economische voorwaarden en min of meer hetzelfde fenomeen met Al-Farabi zeer duidelijk, namelijk de religie terug in haar plaats te zetten. En dat, ik vind dat zeer mooi, anders dan Averroes en andere Arabische filosofen, Al-Farabi op een zeer originele manier met religie om. Namelijk, wat we bij de Arabische filosofen vinden, is dat altijd het probleem is niet of God bestaat of niet bestaat. Dat is typisch Europese middeleeuwse filosofie, of achteraf zo'n 15e, 16e eeuwse filosofie. Maar wel, oké, in de staat. Ja, we hebben theologie, rechten, religie, filosofie. Ja, wat is de verhouding? Wat is de hiërarchie? En altijd komt het punt dat religie is eigenlijk de waarheid vertaald op een bepaalde manier, opdat de ongeletterde mensen wel kunnen dat begrijpen. Van verbeelding die eigenlijk in Europa vanaf de 16e eeuw duidelijk wordt in politieke traktaten, namelijk politiek heeft te maken met verbeelding. De Arabiërs wisten dat al 500 jaar geleden.
Maar het punt is dat wat Al-Farabi zegt is religie is een taal. En wat is een taal? Een taal is een manier om over de realiteit te praten, of een reproductie van de realiteit, of zelfs de manifestatie van de realiteit. Maar is iets op zich particulier. Is er een universele taal? Ja, zegt Al-Farabi. En dat is de logica. Maar de logica is geen taal. Het is wel universeel. En alle talen, ja, verwijzen min of meer naar die taal die geen taal is. Omdat die taal universeel is. Ja, met religies hetzelfde. We hebben verschillende religies, ja, maar er bestaat niet, zoals bij de Europese verlichting af en toe, de echte religie, ja, waarover iedereen akkoord is en toch niet bestaat. Ja, maar het is toch een religie, of het is de echte religie, religie van, van het hart, bij de Duitsers bijvoorbeeld. Ja. Al-Farabi zegt van begin af, die religie bestaat niet. Religie is per definitie particulier. En ik denk dat ook heeft te maken met de echte islam, die van begin af zegt, we zijn de religie voor de mensen die Arabisch spreken. Dus er bestaat niet universele religie, omdat geen universele taal bestaat. De logica, maar het is geen taal. Ja? Dus de Joden hebben zijn religie, omdat ze een taal hebben. Dus dat is een punt over religie, over verlichting. En het tweede punt, wat mij een beetje bang zet, is wat met de islam vandaag? Wat met de Arabische wereld vandaag? Hoe komt dat, dat na zo'n toppunt van beschaving, ideologisch, of op niveau van zelfbewustzijn, dergelijke fenomenen kunnen zien. Hè? En dat misschien moet ons wakker maken dat de verlichting niet voor altijd is. Met de Arabische wereld is zo en zo en zo tegen de Europese verlichting een uitzondering zijn. Met deze vraag gaan we allemaal nu naar huis. Ja, ik dank u vriendelijk.